We zijn hier bij European Aerosols, voorheen Motip Dupli, in Wolvera, een van de grootste aerosol productiebedrijven in Europa. Wij produceren spuitbussen, vooral voor de automotive, kleuren, onderhoudsproducten, polishproducten en dan voornamelijk geproduceerd in spuitbussen. Als de spuitbus geproduceerd is en die is verpakt in doosjes op een pallet, dan moet die pallet verplaatst worden naar of het hoogbouwmagazijn of het bestaande magazijn. Het hoogbouwmagazijn, dat hebben we 5 jaar terug ongeveer gerealiseerd, 2016, samen met Jo Heinrich. Het bestaat uit 5 stekkercranes en er is ruimte voor ongeveer 10.000 pallets. 90-95% van alles wat wij in de productie produceren, wordt verplaatst naar de hoogbouwmagazijn. Tot voor kort werd de pallet uit de productie meegenomen naar de hoogbouwmagazijn, werd daar gesield, werd daar voorzien van de juiste stickers, labeling enzovoort enzovoort, werd handmatig op de toevoerbanen gezet en dan verdween die in de hoogbouw. Dus in totaal werd die pallet wel 5, 6, 7 keer opgepakt en neergezet. En toen dachten we van, het zou niet prachtig zijn als de productiemedewerker, als hij de pallet klaar heeft, ergens op een bandje neerzet en dat hij vervolgens in 1 keer verdwijnt in het hoogbouwmagazijn. Nou, daar zijn we over na gaan denken en daarvoor hebben we Jo Heinrich ingeschakeld. En we zijn eigenlijk toch wel tot een leuke oplossing gekomen. En die oplossing is met behulp van een stukje rollenbaan, waar allerlei machines aan staan, bijvoorbeeld sealmachines voor het topvel, voor het sealen, een labelmachine en AGV's. Nou, wat doen nou die AGV's? Aan het eind van het stukje rollenbaan heeft die pallet, dankzij het systeem van Jo Heinrich, al een destination gekregen. Bij ons is dat destination 1, de hoogbouw, of destination 2, expeditie. De AGV pakt die pallet op en rijdt die pallet naar de desbetreffende destination. Zet daar de pallet neer en gaat weer terug naar zijn rustplaats. Tenzij er natuurlijk weer een vraag is om een pallet op te pakken, dan doet hij datzelfde trucje nog een keer. Het belangrijkste voordeel is wel dat wij minder FTE's nodig hebben. We hebben in totaal 4 mensen per shift, 12 mensen in totaal bespaar je door dit automatische systeem. Nu gebeurt het dus allemaal automatisch en staat er maar 1 persoon bij de ontvangst van de pallets om eventueel andere pallets ook het Jo Heinrich systeem in te brengen. Tel uit wie winst. Het is terugverdiend in minder dan 2 jaar. Nog een voordeel is dat door de automatisering, en dan doe ik voornamelijk ook op het automatisch sealen en het automatisch aanbrengen van een topvel, dat de hoogbouw veel minder verstoringen kent. Dus er hoeft maar een flapje folie los te liggen of een flapje pelletbom of hij hoeft maar iets te zien en het systeem stopt. Dat probleem is nu weg. In het begin waren we natuurlijk best wel een klein beetje sceptisch naar die AGV's toe. Voor ons totaal nieuwe techniek. En eigenlijk zijn wij een test geworden voor onszelf, maar ook voor onze collega's in Duitsland. We hebben nu gezien hoe die AGV's binnen ons bedrijf hier in Wolvera fantastisch werken. Echt geweldig, heel erg enthousiast. Dus ik denk wel dat we mogelijkheden zien om meer AGV's in de toekomst toe te passen binnen onze bedrijven.